Goedemorgen. U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we de wolken vrij dik boven het oosten van het land. Boven het westen komen minder wolken voor, maar de nevel en mist die voorkomt, ziet de satelliet niet. Vanochtend trekt de mist langzaam op. Het blijft tamelijk bewolkt. Hier en daar een klein gaatje voor de zon, maar op de meeste plaatsen dus grijs weer. In de loop van de dag neemt de kans op wat motregen, vooral in het noordoosten van het land, toe. De zon schijnt af en toe in het westen en er valt mogelijk een enkele buit voor 10 tot 12 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Het weerbeeld aan zich verandert, niet of nauwelijks met een paar opklaringen in het westen en verder tamelijk bewolkt weer. Vannacht wordt het overigens wel weer koud en na een frisse start krijgen we morgen temperaturen van 9 of 10 graden. In de ochtend valt er vooral in de noordwestelijke helft van het land een bui. Daarna is het droog en de zon breekt vaker door. Wind neemt toe, wordt vrij krachtig tot krachtig bij zeewindkracht 5 tot 6 uit het zuiden. Ook vrijdag vrij veel wind in de loop van de dag van het westen uit regen. Daarvooruit in het noordoosten een paar opklaringen. En na de regen laat in de middag in het zuidwesten weer. Zaterdag een droge dag, 12 graden met geregeld zon. Zondag neemt de kans op een bui weer toe. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.